Ja, hoewel de signalen krijgen we ook van actieve leden en ook van niet-leden. Het verbaast ons nog steeds dat er heel veel mensen wel heel dankbaar zijn dat Unkelbom bestaat. Maar dat er toch nog een soort schroom is om lid te worden. En dat hoeft helemaal niet, want de contributie is maar $15 per jaar. En daarmee ben je dus verzekerd van het lidmaatschap van Unkelbom. Je krijgt regelmatig een nieuwsbrief waarin staat wat Unkelbom aan het doen is. Je kunt Unkelbom vragen om hulp als je een probleem hebt met een bedrijf of met de overheid. Dus ik zou ook zeggen, mensen, word lid. Kijk op www.unkelbom.org en daar staat op de homepage al hoe je heel makkelijk lid kunt worden van Unkelbom. Voor de nieuwe voorzitter van de raad, hoe ging het met de nieuwe voorzitter? Ja, Quinten is al een hele tijd lid van Unkelbom. En die is ook niet zo lang geleden lid van de bondsraad geworden. Want ook voor de bondsraad hebben we leden nodig. En wij prijzen ons gelukkig dat Quinten bereid is gevonden om de taak van voorzitter op zich te nemen. Om even te weten, wat is het doel eigenlijk van de bondsraad? De bondsraad is het hoogste orgaan van Unkelbom. En de bondsraad bepaalt dus uiteindelijk wat de strategie wordt, wat de grote lijn wordt van Unkelbom. Wat zijn de prioriteiten? Wat gaan we nu eerst aanpakken? En er is heel veel te doen natuurlijk voor Unkelbom. Alleen we kunnen niet alles aanpakken, want daar hebben we gewoon niet de capaciteit voor. En voor het maken van de keuzes is de bondsraad heel belangrijk. Wat laat u achter voor de nieuwe voorzitter? Ik laat een vrij kleine bondsraad achter. Dat is wel jammer, want wij zoeken al jarenlang aanvulling voor de bondsraad. En nu ik eruit ga, is er dus een... is er weer een extra plaats opengevallen. Dus ik hoop dat er ook mensen zijn die denken van oké, ik wil wel meedenken. Ik wil wel kijken wat ik kan doen voor Unkelbom. En dat hoeft niet per se een hele zware taak als in de directie te zijn. Maar als lid van de bondsraad ben je in ieder geval 2 keer per jaar bezig om te kijken van oké, waar zijn we, waar staan we als Unkelbom, wat willen we verder doen. En in tussentijd kun je natuurlijk ook nog steeds als bondsraadlid vertellen van oké, jongens, hebben jullie wel eens aan dit gedacht en kijk eens wat er daar gebeurt. Je hebt als bondsraad nog meer invloed dan als gewoon lid, zal ik maar zeggen. Ik zou zeggen, kijk wat Unkelbom doet. Allemaal nuttige dingen voor de consument en word lid. Het kost maar $15 per jaar aan contributie en u steunt Unkelbom daarmee enorm. Kijk op unkelbom.org om op een hele makkelijke manier lid te worden. En bent u al een jaar lid en denkt u van ik wil eigenlijk wel wat meer invloed hebben op de koers van Unkelbom of ik denk wat meer inbreng te kunnen hebben, word lid van de bondsraad, meld u aan als bondsraadlid.